omvangrijke zaak. Het gaat om een man die sinds 1991 in Nederland is. Die wordt verdacht van oorlogsmisdrijven die hij zou hebben gepleegd in de jaren 70 in Ethiopië. Hij was een belangrijke vertegenwoordiger van het militaire regime daar. En dat heeft een hele bloedige terreur uitgeoefend op tegenstanders. Daar zijn echt duizenden mensen over de kling gejaagd. En hij wordt persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor enkele honderden doden die daar zijn gevallen. Hij zwaaide de scepter in een provincie, Goyam in Ethiopië. Daar was hij onder andere verantwoordelijk voor de gang van zaken in een detentiecentrum waar honderden mensen gevangen zaten. En ook werden gemarteld. Bovendien zou hij verantwoordelijk zijn voor de dood van 75 mensen die in een kerk met een touw om hun nek zijn gewurgd. Twee mensen waren niet meteen dood, die zijn levend begraven. Nou ja, het zijn vreselijke verhalen die je hier hoort langskomen in de rechtbank. En eigenlijk is het enige wat deze meneer zegt: ik was het niet, ik was er helemaal niet bij, ik weet van niks, die handtekening is niet van mij. Nou ja, aan alle kanten ontkenningen dus. En als je hem mag geloven, hij is inmiddels dik in de 60, hij was destijds een twintiger, dan heeft hij alleen maar daar speeches gehouden en de socialistische heilstaat gepropageerd, maar wist hij verder niets over gewelddaden. En ja, voor zover er al geweld was, kwam dat van de tegenstanders van het militaire regime, zei hij. Nou, dat het niet voor het internationaal strafhof is gebracht, dat heeft alles te maken met het feit dat hij nu gewoon een Nederlander is. En hij dus voor de meervoudige kamer in Den Haag wordt gebracht. Het speelt zich natuurlijk af in een ander land. Dat maakt het allemaal een stuk lastiger om getuigen te vinden, om bewijzen te vinden. Maar er zijn slachtoffers, die komen donderdag aan het woord. Die zullen hun zegje gaan doen. Ja, en verder zitten er ook nog getuigen in Zimbabwe, in Ethiopië, in Canada. Het is heel lastig om die zover te krijgen dat ze getuigenverklaringen afleggen.